Dan gelijk maar naar het nieuws van vandaag. Want Israël heeft zijn grenzen gesloten. Buitenlanders zijn niet meer welkom. Dat allemaal uiteraard vanwege de nieuwe virusmutant die zijn kop heeft opgestoken uit Zuidelijk Afrika. De Omicron-variant is vrijwel zeker ook in Nederland aangetroffen, meldt het RIVM. 5000 passagiers die uit Zuidelijk Afrika ons land inkwamen, wordt gevraagd in quarantaine te gaan en zich te laten testen. De nieuwe mutatie van het coronavirus moet zeer serieus worden genomen, zeggen epidemiologen. Zeker nu er signalen zijn dat hij al in de ons omringende landen opduikt. Vanuit de data die Zuid-Afrika met de wereld gedeeld heeft, zien we dat hij daar heel snel in proportie heeft gewonnen. En we zien dat hij een aantal mutaties heeft, ja, die allemaal negatieve eigenschappen potentieel met zich kunnen meebrengen. Kijk, hoe negatief dat in de praktijk zal blijken, dat moeten we echt nog leren op dit moment. Diederik Gommers, hoe ernstig is dit? Nou ja, absoluut ernstig, maar we weten ook heel veel dingen niet. We weten niet of we weten dat hij besmettelijk is in Zuid-Afrika omdat hij zich snel verspreidt, maar ze hebben daar niet de Delta-variant. En normaal hebben twee virussen competitie met elkaar en dan is de sterkste wint en degene die meest besmettelijk is. En dus we weten niet hoe hij dat virus zich gaat gedragen in Europa of in Nederland. En wat we vooral ook nog niet weten is of hij meer ziekmakend is en of het vaccin nog werkt. We weten dat het in die spike-eiwitten, daar zitten die mutaties. Ja, en daar werken ook onze vaccins op. Dus ja, er is nog heel veel onzeker en dat maakt ook ons angstig. Ik bedoel, ja, we hadden het liever niet gehoord natuurlijk. Nee, maar wat u zegt, het zou ook nog zo kunnen zijn dat hij hopelijk hier niet dominant wordt, omdat die Delta-variant hier dominant is. Ik hoorde ook Mark van Ranst uit België zeggen, nou, misschien valt het nog mee met hoe ernstig die is. En als hij dan wel heel besmettelijk is, maar minder ziekmakend, ja, dan willen we hem misschien allemaal wel krijgen. Want dan zijn we er alvast doorheen geweest. Is dat ook nog een optie? Ja, alles kan. Maar meestal als het besmettelijk is, wordt het ook meer ziekmakend. Maar laten we hopen dat Mark een keer gelijk heeft. Dat zou inderdaad fijn zijn. Pieter Omtzigt, er is onmiddellijk een vliegverbod afgekondigd voor Zuidelijk Afrika. Dat wil zeggen, je kan nog steeds gewoon de KLM pakken om naar Johannesburg of naar Kaapstad te gaan en ook weer terug te komen. Want er is niet echt een vliegverbod. Het betekent alleen dat je getest wordt als je terugkomt. Is dat wel waterdicht genoeg? Nee, het is helemaal niet waterdicht. En ik heb ook vrijdag al aanvullende Kamervragen gesteld over dit vliegverbod en het indirecte vliegverbod. Want heel veel mensen vliegen of via Istanbul of via het Midden-Oosten naar Zuid-Afrika. En de vorige keer werden de directe vluchten naar China wel afgesloten, maar de indirecte vluchten niet allemaal. Vooral voor vakantievluchten naar Zuid-Afrika is de KLM rechtstreeks wat duurder dan die andere routes. Mm-hmm. Nee, dit is totaal niet waterdicht. En ik ben eigenlijk ook best wel geschrokken van het feit dat er toen dat vliegtuig opgevangen is, dat die passagiers daar urenlang in een niet geventileerde ruimte zitten. Ah, dit is een andere foto's, pardon. Ja, dat doet mij denken dat er dus geen draaiboek klaar lag. Terwijl dit toch echt niet onverwacht is. Anderhalf jaar lang in de crisis verwacht je dat een aantal scenario's, namelijk dat we weer eens een keer een vliegverbod ergens op moeten zetten, er zijn en die zijn er niet. En ja, ik kan eigenlijk niet begrijpen waarom er op deze manier doorgevlogen wordt en je dus ook nog het vliegtuig kunt pakken naar Zuid-Afrika en weer terug kunt komen. Ja, dan noemen we dat repatriëringsvluchten, maar volgens mij is het gewoon doorvliegen. Mensen hebben inderdaad, geloof ik,